Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Pokémon Isle of Armor DLC Play. Let's play, playthrough. In ieder geval, de vierde aflevering. In de vorige aflevering hebben we de Champignon Challenge gehaald. En nu gaan we eens even kijken wat de volgende challenge ons gaat brengen. Hallo mensen in de dojo. Ja, we moesten dus een lekker gerechtje gaan maken. Volgens mij moesten we een soepje gaan maken. En ja, deze gasten voelen zich niet zo heel chill volgens mij. Want waarom lijken ze trouwens allemaal op elkaar? Zijn het twee drielingen of zo? Anyway, Mustard zegt, goed gedaan met die Mukmax Mushrooms. Je hebt het weer geneeld, jongens. Alle andere studenten zijn verdwaald in het bos, maar jij hebt het gevonden. Het is zonde, maar iedereen behalve Rick, die heeft gefaald. In ieder geval, we moeten even een maaltijdje gaan maken. Een lekkere Max soep moeten we gaan maken. Ja, en Honey staat al lekker in de keuken. Kijk eens, die staat al lekker te kokeronen daar zo. Ja, en ze zegt, dit is echt een hele lekkere soep hoor. Ja, ja. Mijn kokeroneskunsten die zijn uitmuntend. Avery die zegt, mevrouw Honing, alsjeblieft. Eén momentje, ik smeek het je. Zijn pokeballs die liggen ondertussen ook op de grond. Zijn psychic powers zijn volgens mij nu even verdwenen. Maar Honey zegt, ik heb je nog nooit zo gezien. Wat is er aan de hand? En Avery die zegt, ik heb ook de Max Mushrooms gevonden. Mustard die zegt, oh goed gedaan Avery. Dan zou je wel hard hebben gezocht ernaar. Maar je bent de tweede persoon die dit is gelukt. En ja, hij is wel trots. Goed gedaan hoor, Avery. En Avery vraagt, wil je mijn mushrooms ook gebruiken in de Max soep? Ik denk dat iedereen het wel een lekker soepje zou gaan vinden. En Honey die zegt, dat gaan we doen. Het is de eerste keer ooit dat je hebt gevraagd of ik iets wil doen. Dus weet je, laten we dit doen. Oh, wacht even. Ik mag mijn Max mushrooms houden. Oké, chill. Hoppakee, soepies. De wereldberoemde soep van de Master Dojo. En we hebben er allemaal ontzettend veel trek in blijven. Oh, wat? Zijn we al klaar? Oh, snap! Ik heb Dynamax Energy gekregen. Oh, of niet? Als een bepaalde Pokémon deze soep drinkt, gebeurt er iets bijzonders. Er zijn bepaalde Pokémon die hebben een hele grote potentie. En als ze deze soep drinken, dan verandert hun Dynamax vorm in een Gigantamax vorm. Oh, dat is super handig. Is dat zo met elke Pokémon of is dat zo met een speciale Pokémon? Het zou super cool zijn als jij nu bijvoorbeeld een normale Charizard hebt en je geeft ze dit soepie, dat het dan een Gigantamax Charizard wordt. Dat zou heel nice zijn. In ieder geval, we hebben de tweede trial gehaald en nu moeten we dus de derde gaan doen. Dankjewel voor de soep, meneer, mevrouwtje Honing. We moeten even naar hem toe. En oké, Avery is er ook. Hallo, wat gaan we nu doen dan? Mustard die zegt, nou, ik heb besloten dat jullie twee nu de Master Dojo's laatste ultieme derde trial mogen gaan doen. What? Mustard die zegt, we gaan kijken. We gaan kijken wie de sterker is van jullie twee. In een Dynamax Pokémon Battle. Oké. Degene die wint, die heeft de trials gecomplete. En die krijgt de secret armor. So, let's go! Avery, let's do this! Ik zal niet mijn sterkste Pokémon meenemen voor je. Ik houd gewoon bij de Pokémon die ik nu bij me heb. Moeten we daar zijn? We moeten daar zijn. Alright. Mustard die zegt, ja, Avery heeft eigenlijk nooit ergens zijn best voor gedaan. Dat is nooit nodig geweest. Maar nu moet hij echt zijn best gaan doen sinds jij er bent. Dus misschien kan je hem een bepaalde passie laten zien in die battle die je gaat doen. En dan ga ik weer op mijn Nintendo Switch spelen, denkt hij bij zichzelf. Let's go! De battle tegen Avery hier op het Dynamax pleintje. Zo, dit is een aardig groot veld, jongens. Holy moly, man. What up, Avery? Are you ready? Met je mooie psychic powertjes. Avery zegt, je bent gekomen. En als ik jou versla, krijg ik de secret armor. En dan heb ik alles wat ik nodig heb om gymleader te worden van de psychic type Pokémon. Het maakt niet uit hoeveel het me moet kosten. Ik weiger om iets anders te accepteren dan de winst. En ik ga flink mijn best doen. Let's go, Avery. Ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Ha, let's go. Wel een vet muziekje dit trouwens. Oké, een Ponyta. Oké, je hebt even zelf een nieuwe Pokémonnetje gevonden. Ik heb zo'n vermoeden hè, dat hij zijn Slowbro straks gaat Dynamaxen. Ponyta begint met een Psybeam op mijn Baccaroni. En ik ga natuurlijk weer keihard die Mega Horn op zijn bakken gooien. Hoppakee, level 65 Ponyta. Dikke doei. En dan nu. Kadabra. Level 66 is die, ja. Ik moet wel oppassen hoor. Ik moet niet te stoer doen, want hij is level 66. En dat is gewoon wel een aardig hoog leveltje. Sloop ik hem in één keer? Ja, lekker. We slopen hem wel gewoon in één keer, die Kadabra. Nice. Ja, dan nu Swoobat. En daar heb ik niet echt een lekkere counter voor die Swoobat. Daar heb ik geen super effective moves op. Swoobat is ook level 66. Ja, we gaan het gewoon proberen met Talonflame.
Zubat is wel sneller. Dat is wel een beetje balen. Maar ik heb wel Dual Wing Beat geleerd. Dus ik ben benieuwd hoe sterk dat is. Ik heb denk ik... Ja, ik heb 3 klapjes nodig met Dual Wing Beat. Dus dat ga ik denk ik ook net niet redden. Want hij is even net wat sterker. Dus ik moet strakjes denk ik wel... Of zal ik het net wel redden? Misschien red ik het net wel trouwens. Ik ga ervoor jongens. Ik ga het proberen. Oh, hij mist. Hij mist. Lekker hoor. Ja hoor, we namen een gokje en het heeft goed uitgepakt. Lekker. Ja, zie je wel. Slowbro, I knew it. Ja, een Galarian Slowbro, dat is een Poison en een Psyking-type Pokémon. Ja, daar heb ik ook niet echt lekkere counters voor. Ja, behalve dan misschien ja, die Mega Horn van Buffalant. Maar ja, laten we maar gewoon gaan Dynamaxen, jongens. Ik ga gewoon met Drudigan Dynamaxen. We gaan wel zien hoe het gaat lopen. Let's frigging go. Daar is die, jongens. Gigantische mega draak. En daar is die hoor. Galarian Slowbro. De Dynamax vorm. Geen Gigantamax blijkbaar. Leveltje 67. Oké, en ik ben wel sneller. Ik heb echt zo'n trage Pokémon, maar alsnog ben ik sneller. Dus dat vind ik best wel grappig. Slowbro's attack is naar beneden, maar ik heb zo'n gevoel dat hij toch wel voor special attacks gaat en niet voor normale attacks. Daar gaan we. Max Mindstorm. Hoeveel damage doet het? Oké, minder dan de helft. Dat is lekker. Ik vind het ergens wel jammer dat hij niet gewoon 6 Pokémon heeft. Waarom heeft deze guy maar 4 Pokémon, jongens? Come on. Geef me een echte challenge. Let's go. Oké, ik ben benieuwd of ik dit ga overleven. Hij doet Max Ooze. Hij zal mij ongetwijfeld gaan poisonen, denk ik. Hij boost in ieder geval zijn special attack. Ja, maar ja, ik ben sneller. Dus het is klaar. Het is klaar met Galarian Slowbro. Het is klaar met Avery. Wij krijgen de secret armor, jongens. En niet Avery. Hoppakeetje. Hoppa. Ja, ja. Ja, ja. Zijn pokeballs vallen weer naar beneden. Zijn psychic powers zijn weer eventjes weg. En Mustard zegt... Het is beslist. Rick heeft deze gewonnen. Het was niet heel moeilijk, jongens. Het viel wel mee. Toch, Avery. GG, man. Goed gedaan. Hij denkt van, misschien moet ik toch mijn droom opgeven en kan ik geen gymleader worden. Oh, dit is echt sneu. En hij zegt, Rick, je mag de meester vertellen wat voor verschrikkelijke dingen ik heb gedaan. Ah joh, maar dat ga ik niet doen. Ik ga je niet verraden, man. Rustig. Oh, maar Mustard, die wist het al. Die zegt, ja, sorry voor wat Avery heeft gedaan. Ik bied mijn excuses aan namens Avery. Doe maar, zo erg was het ook allemaal weer niet. Oké, iedereen is chill. Avery is chill, Mustard is chill. En nu dan? Nu, wat gaat er dan nu gebeuren? Hallo, ik heb alle challenges gedaan. Zeg, geef me even maar die secret armor dan. Honey is heel trots op ons. En Mustard zegt... Aan jou, degene die alle trials heeft gecomplete. Jij krijgt de secret armor van de meester dojo. Het zal wat tijd kosten om het voor te bereiden, dus ga maar alvast en dan zie ik je straks. Oké dan, je hebt het niet eens even klaar liggen in een kluis of zo. Avery zegt, pardon, Rick, oh, is een Lee card. Oké, thanks voor je Lee card, man. Ja hoor, en daar zijn we weer. Hey meneer, heb jij voor mij de secret armor dan? Nou dan, come on out. Ja hoor. Ja hoor, het is de baas. Het is Kapoe. Nice. Kijk hoe boos die kijkt. Niet zo boos kijken, man. Chill. Wow. Oké. Jij kan goed vechten. Holy crap. Kijk hem gaan. Ik vind het wel een leuke Pokémon, hoor. Ja, Kapoe. You're nice. Nee, Kapoe, kom. Mustard die zegt, deze Pokémon, dat is de secret armor van de Master Dojo. En zeg hallo. Tegen Kapoe. Mustard heeft ontzettend veel vertrouwen in hem. Hij zegt, ja, dit is echt zo'n sterke Pokémon. Hij is wel klein, maar hij is super sterk. Train hem en het wordt de beste Pokémon ooit. Yo, ja, kom maar Kapoe. Kom maar in mijn teampie, man. Ik vind het ook wel vet. Hij heeft zo'n soort van band over zijn hoofd. Maar het is niet echt een band of zo. Het hoort gewoon bij die Pokémon. Yo, yeah. Kijk, Kapoe is mijn Pokémon geworden. Lekker hoor. Kapoe is een fighting type Pokémon. Oh, en als hij aan die lange witte haar trekt, dan wordt hij sterker. Dan gaat hij soort van in Super Saiyan mode. Dan is het... Ja! En dan kan hij er tegenaan. Ja, natuurlijk moet Kapoe wel in mijn party. Maar voor wie? Ik denk dat ik dan toch Lurantis eruit ga gooien. Man, maar Lurantis is vet. Ja, nou ja. Ja, moet wel. Moet wel. En Mustard die zegt, het eerste wat je moet doen is beste vrienden worden met Kapoe. Hij is nog niet heel veel buiten deze dojo geweest, dus misschien moet je even naar buiten met hem gaan en dan een beetje bonden en dan wordt het steeds een betere vriend van je. Misschien moeten we hem naar een plek brengen die een mooi uitzicht heeft op de Isle of Armor. Oké. Oh shit, en we kunnen nu ook de Pokémon die als eerste in je party zit, die kan je gewoon meenemen in de wereld. Dat is zo vet. Ja, dat is awesome. En als we beste vrienden zijn met Kapoe, dan moeten we hier weer naartoe komen. Want dan gaan we verder met de training. Oké. We're up for a challenge, Kapoe. Yo, kijk hem lopen.
Wat een baas. Oh, wat vet. Kijk hem rennen, jongen. What? Wat een baasie. Alleen Kapfu is nog maar level 10, dus ik kan niet met hem battelen. Scyther! Kom uit je pokeball. Holy crap. Scyther! Dit is zo cool dat ze dit toch hebben gedaan. Dit vind ik echt heel nice. Hoe groot zou Druddigun zijn? Oh, kijk, dit is een mega draak dan. Oh, wait, what? Klefki? Maak hem kapot! Oké, dat viel tegen. Ja, oké, nog een keer dan. Ah, nog steeds niet. Ja, oké, nu wel. Oké, dit was... Ja, nee, ik weet niet. Klefki vind ik niet zo'n hele leuke Pokémon, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Wat wel grappig is, is dat bijna iedereen lekker leveltjes omhoog gaat. Behalve Talonflame. Nice. En Kupfu is gelijk al leveltje 17. Oké, Buffalant, we gaan even een stukje lopen. Let's go. Super sick dit. Nice. Oké, we moeten nu dus eigenlijk op zoek naar plekjes waar Kupfu gelukkig van gaat worden. Met een mooi uitzicht op Galar. Of tenminste op dit eiland. Op de Isle of Armor. Nou weet ik niet precies wat nou hele mooie plekjes zijn. Maar we kunnen wel even kijken of we er in ieder geval eentje kunnen gaan vinden. Oh cool, ze lopen trouwens ook gewoon achter je als je op je fiets zit. Dat vind ik vet. Ik had verwacht dat je ze dan niet meer achter je zag lopen. Maar dan zie je ze ook gewoon nog steeds achter je aanlopen. Dus dat is best wel nice. Hier hebben we weer even een Diglettje. Oh, en als je tussendoor trouwens naar deze man gaat om te vertellen hoeveel Diglettje je hebt, dan krijg je dus ook Pokémon van hem terug. Dus we hebben nu 11 Diglets gevonden. En omdat we er dan meer dan 5 hebben gevonden, dan krijgen we dus een Pokémon. Dan krijgen we dus de Meowth. De normale Meowth. Oh nee. Nee, sorry. Dan krijgen we dus de Alolan Meowth. Want hij komt natuurlijk uit Alola, deze gast. En we hebben er ook al 10 gevonden. Dus dan krijgen we als het goed is nog een Pokémon. En dat is Slowpoke. En in Galar leeft natuurlijk de normale Slowpokes. Dus ja, dan krijgen we ook de normale Slowpoke. En als we er dus 20 vinden, dan moeten we weer naar hem toe. En dan krijgen we weer nieuwe Pokémon. Ja, en dan moeten we dus naar plekken met een mooi uitzicht. En ik heb zo'n vermoeden dat bijvoorbeeld daarachter, daar zo, bij die toren, dat wel een mooi plekje is waar ze wel blij van worden. Misschien is het sowieso goed om even deze Likkie te verslaan, jongens. Of zullen we hem gewoon vangen? Misschien kunnen we hem gewoon vangen, jongens. Mega Horn! Kijk eens. Die Likkie die kan wel wat hebben, hoor. Kijk hem dansen, joh. Oh, wat? Oké, hij sloopt zichzelf bijna, maar hij maximized zijn attack. Dus nu moeten we echt op gaan passen. Ik hoop gewoon dat we hem kunnen vangen. 1, 2, let's go. 3, ja, hebben we hem. Nee! Oké, nu gaat hij me slopen. Nu gaat hij me kapot maken. Nu gaat hij slammen. Hij heeft zijn attack gemaximized. Ja, kijk dan! Dat is dus wat er gebeurt als een Likkie zijn attack maximized, jongens. Mag ik hem als... Nee! Oh, dit gaat niet goed. Oh, shit. Ja, Talonflame sloopt hij ook in één keer, jongens. Ik moet hem gewoon vangen. Kom op, pak die Likkie. Blijf in... Nee! Gast! Hou op. Zal ik een heavy ball proberen? Volgens mij is Likkie best wel zwaar. Hij heeft zo'n dikke buik. Die moet best wel zwaar zijn. Kom op, blijf even in die heavy ball. Oké, nevermind. Gelukkig is hij niet aan het aanvallen. Hij doet de hele tijd een move waar hij niks aan heeft. Dus dat is chill. Heb ik hem nu? Ja. Freaking Likkie, jongen. Kupfu is ondertussen alweer naar level 20. Dus ja, dat gaat ook best wel lekker. En kijk eens. We krijgen een Blastoise. Pum, 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 pum. Hoppakee. Nice, lekker. Daar is hij hoor. Blastoise. Oké, dat gevecht was in ieder geval goed voor de XP, jongens. Moeten we dan hier zijn al? Ja, sowieso mogen we nog niet in die toren, denk ik. Nee, inderdaad. We moeten nog opzouten, zegt hij. We moeten wel even altijd achter die toren kijken. Kijk, zie je wel? Hoppakee, Mystic Water erbij. En hier nog iets, Liquidation. Ik begin me wel gewoon een beetje af te vragen of het geen propagandapraatje was van die meester in de dojo. Dat we op zoek moeten gaan naar mooie plekken. Want hij zei letterlijk dat er dan studenten van hem klaarstaan op die plekken. Maar ik vind helemaal geen studenten. Volgens mij zijn die studenten allemaal gewoon alvast lekker op vakantie of zo. Maar wacht even. Ik weet sowieso een mooie plek. Dat is hier. En als je dan hier naar boven gaat aan de rechterkant bij die trap. Daar zo. Ja, daar zou sowieso dan iemand moeten staan. Als het geen fake nieuws is, dan moet hier ergens sowieso iemand staan, jongens. Kijk. Misschien is het toch geen fake nieuws. Ja, kijk, zie je? Hi there, Rick. You've got to see the view from here. Come on, why don't you and Kupfu enjoy the scenery together? Ah, kijk, zie je? Dit is dus wel toch de bedoeling. Jongens, ik moet inderdaad gewoon even lekker chillen met mijn kapvoertje. En op een gegeven moment gaat hij dan denk ik wel evolueren. Ja, Kupfu. You feel like you're getting more friendly with Kupfu. Nice. Oké. Maar hoeveel van die plekken moeten we dan nog opzoeken? Laten we dat gaan bekijken in de volgende aflevering waarin ik ga proberen om mijn Kupfu te laten evolueren. Want ja, Kupfu kan je ook gewoon evolueren, maar dat wisten jullie al lang. Dat was geen spoiler, toch? Anyway, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickettune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video.
Mazzel!